Ik ben Diederik van Silvoud, welkom op onze stal. Ik wil jullie graag een rondleiding geven. Dit is de hengstenstal en hier staan de hengsten die dit jaar klaargemaakt worden voor de hengstcompetitie. Dit is Forst, een van mijn Grand Prix paarden. En in deze stal staan de meeste paarden die klaargemaakt worden voor de wedstrijden en afgericht worden tot hoger niveau. Hier hebben we onze wasplaatsen en onze opzadelplekken. En hierachter is onze zadelkamer waar we alle zadels en hoofdstellen en dekens hebben hangen voor onze paarden. We lopen nu naar de binnenhal. Dit is de binnenhal waar wij dagelijks onze paarden trainen. En waar wij dus alle paarden proberen zo goed mogelijk klaar te maken voor de wedstrijden. We zijn nu bij de molen. Al onze paarden gaan nadraaien allemaal in de molen om extra beweging te krijgen. En meestal 's middags gaan ze nog een keer. Om gewoon voor de benen en voor de bloedsomloop om alles goed op gang te houden. En wij denken dat het zo voor elk paard zo goed mogelijk is om zoveel mogelijk beweging te hebben. Hier liggen onze paddocks, waar alle paarden zoveel mogelijk keren per week en inkomen en zo lang mogelijk. Wij vinden het belangrijk dat onze paarden loskomen om gewoon paard te blijven en toch frisse lucht te hebben en toch een beetje tijd voor zichzelf te hebben en zich ook een keer lekker kunnen uitleven in plaats van de hele dag op stal te staan. Dit was een korte rondleiding op ons bedrijf. Binnenkort is het verhaal te lezen in de Paardenkrant Extra. Bedankt voor jullie aandacht en tot ziens.